De beste vraag is wie er meer vuil naar binnen loopt, ik of mijn huisdier? Goed. Nou, we zijn hier bij Hurst in de Houthavens, hartstikke mooi. Er ligt hier een geweldig schipje net voorbij komen drijven. Dat geeft ook heel veel sfeer. En tegen veel van onze gasten vandaag zeg ik welkom bij Hurst. Maar in jouw geval slaat het nergens op, want jij werkt hier. Ik ben het uitzicht op die schepen wel gewend, ja. Ja. Alleen een paar trappen naar beneden te komen. Ja, nou. Leuk. Jij bent eerder te gast geweest bij Marketing Report TV. Toen kwam jij van BNR Nieuwsradio af. En toen werd je hoofdredacteur van Quest. Het is nu nog niet eens zoveel later, een paar jaartjes. En het portfolio is uitgebreid, hè? Ja, het is nog geen jaar geleden. Ik ben over 3 weken ben ik een jaar in dienst bij Hurst. Wow, okay, nee, een paar maanden geleden heb ik een wat uitbreiding gehad van mijn portefeuille. Maar sinds dan mag ik me ook hoofdredacteur van National Geographic noemen. Fantastische titel met een enorme historie. En heb ik nog een kleine rol voor de KLM-titels, Holland Herald en de Flying Dutchman. Ja. Nou, ja. En je was ook nog portfolio verantwoordelijk, ja, of hoe je dat noemen? Officiële titel is portfolio director, maar ik noem mezelf gewoon hoofdredacteur van Quest en National Geographic. Dat zijn mijn belangrijkste werkzaamheden. Ja. Ja. Kun je iets zeggen over de dynamiek van Quest versus National Geographic? Dat is natuurlijk leuk. Gewoon de lezers, misschien de adverteerders, de mate waarin digitalisering is toegeslagen, wat je met events doet. Nou, dat is natuurlijk een heel lang antwoord, maar dat is niet erg. Nee, oké. Okay. Nou, dan moet ik even inderdaad al jouw vragen op een rijtje zetten. Laat ik beginnen met dat de merken en de redactiecultuur best op elkaar lijkt. Er zitten allemaal echt breed geïnteresseerde mensen, vooral ook wetenschappelijk geïnteresseerde mensen. Hele leuke, jonge, dynamische mensen. Mensen met echte liefde voor het vak van interessante verhalen schrijven. Bladen maken ook. Dus laat ik zeggen, ik kwam niet in een heel ander DNA terecht. Als je kijkt naar het publiek wat de merken bereiken, dan is dat bij Quest ietsje jonger dan bij National Geographic. Zijn beide doelgroepen redelijk vermogend. Iets meer mannen dan vrouwen, maar nog verbazingwekkend veel vrouwen ook. Laten we zeggen 60-40 grof gezegd. Voor allebei? Voor allebei geldt dat ongeveer. Ja, Nat Geo is een paar procentjes meer man weer, geloof ik. Maar dat mag geen naam hebben. En ook allebei zeer hoog opgeleid publiek. Een hele leuke doelgroep om voor te werken. Want ze zijn echt ook heel erg betrokken bij beide merken. Hè. Als wij bij Quest, laten we zeggen, op de achterpagina aankondigen wat een volgende editie erin staat en we maken dat niet waar, nou dan komen er mailtjes bij ons binnen van hey, jullie hadden gezegd er zou een verhaal komen over dit of dat en waar blijft het nou? Ja. Dus onze printnummers, maar ook onze online verhalen worden echt heel goed gelezen, echt heel aandachtig gelezen. En datzelfde geldt eigenlijk voor National Geographic. Hè. Er zijn mensen al heel lang abonnee, heel lang betrokken bij het merk, hebben een hoge merkbinding. Dus het zijn hele leuke doelgroepen om voor te werken. Even kijken, je volgende vraag was dat. De digitalisering. Ik weet het alweer, ja. De vorige keer hebben wij ook gesproken over dat ik bij Quest al bezig was met een paywall introduceren. Dus een digitaal membership, het digitaal lezen van onze premium artikelen, zoals we dat noemen. Dat zijn eigenlijk meestal de artikelen die we in print aan onze abonnees en losse kopers aanbieden. Alleen dan digitaal. En daar zijn we nu in maart mee begonnen. Dus we zijn nu ietsje meer dan een half jaar bezig. En dat gaat heel erg goed, boven verwachting zelfs. Het lijkt me echt mega spannend om die knop in te drukken van nu zijn we live. En zeker, wat gebeurt er dan? Hoe lang duurde het voordat je het eerste betaalde lid binnen had? Dat was op de tweede dag. Kwam de eerste binnen. Nou, toen maakte ik wel echt een klein sprongetje van yes, hij doet het echt. Ja. Vervolgens gaat het dan in eerste instantie binnen druppelen. Dan probeer je ze uit de eerste gegevens wat inzichten te halen. Hè, van op welk artikel kiest nou iemand om abonnee te worden? Kunnen we iets achterhalen van hoe die groep in elkaar zit? Vervolgens hebben we heel snel eigenlijk een groeiteam, een growth team ingericht. Waarmee we echt aan de knoppen zijn gaan draaien en iedere keer een paar procentjes verbetering. Nou, heel leuk om te zien dat je dan van eerst binnendruppelen, een paar per dag, gaan we nu echt naar goede aantallen.
Daar ben ik eigenlijk hartstikke tevreden mee. En datzelfde spelletje mag ik nu bij National Geographic gaan uitvoeren. Daar gaan we later dit jaar een paywall implementeren. En dat is natuurlijk ook heel spannend, want het zijn weer andere lezers, gedragen zich misschien weer ietsje anders. Misschien kunnen we ook wel weer wat dingen van Quest leren. Dus dan gaan we het spelletje opnieuw doen. Nu is National Geographic natuurlijk een Amerikaans merk. Gehuisd heb ik net gehoord in Washington DC, ja. In Amerika. Hoeveel moet je doen, zeg maar, en wat is je eigen vrijheid? Nou, wij nemen best wat verhalen over vanuit Amerika. En dat willen we ook graag. Het is ook heel interessant natuurlijk. Ja, nee, er worden daar binnen het merk gewoon ontzettend veel interessante verhalen gemaakt. Ook soms door Nederlandse mensen. We werken heel veel samen met de fotograaf Jasper Doest. Die vanuit National Geographic over de hele wereld fotografeert. Nou, dat komt in alle edities dus terecht. En we hebben vanzelfsprekend ook vrij veel speelruimte om eigen content te maken. Het is alleen, we krijgen heel veel ook aangereikt waar we heel, heel trots op zijn. En dat hoort ook echt natuurlijk bij het merk. Nou ja, vanzelfsprekend wordt in Amerika goed gelet op dat we, de 10 tips voor leuke kattenfilmpjes op onze site gaan zetten. Daar zijn wel vanzelfsprekend heel, heel belangrijke merkwaarden. Dus daar hebben we veel overleg over en over hoe we daar invulling aan geven. Dan moet je zeggen, bijvoorbeeld alles wat je publiceert, moet dat worden gelezen in Amerika? Of? Nee, zeker niet. We laten ze wel zien wat we maken. Dus de opgemaakte pagina's bijvoorbeeld voor in print gaan daar naartoe. En dat is meer ook van dat we kunnen overleggen over wat werkt nou goed. Welke aanpassing hebben we gedaan voor onze lokale markt. Dus dat is veel meer in overleg dan dat het, de grote basis is waar het naartoe moet. En met zo'n paywall loop je dan voorop of volg je dan? Amerika heeft al een premium propositie. In Spanje is die er al. Maar op heel veel lokale markten, zoals ze dat noemen, de local language editions, is die er nog niet. Dus we zitten, in de kopgroep. Maar we zijn zeker niet de eerste. Nee, maar dan kan je weer gebruik maken van ervaringen. Absoluut, ja. En de software en alles wat er allemaal... Ja, en het leuke is, National Geographic is National Geographic Magazine, maar er hoort ook National Geographic Traveler bij. Een heel tof reismagazine, National Geographic Historia, over geschiedenis. En juist die gelaagdheid van dat merk, daar kun je online ook hele mooie dingen mee. En daar kijken we ook goed naar Spanje, want daar hebben ze precies dezelfde 3 merken. Dus hoe ze het daar hebben ingericht is voor ons een voorbeeld. Ja. Nou, de laatste vraag wil ik eigenlijk gebruiken voor waar we nu zitten, voor deze plek. Hè? Want dat kan de kijker helaas niet zien, maar hierachter is er zo'n hele mooie tribune. Hè? Ja. Neem aan dat jullie deze ruimte voor jullie merken ook gebruiken voor... evenementen, bijeenkomsten, absoluut, spel. Absoluut. Nou, we hebben hier onder andere gezeten met Quest, met jury van de vraag en antwoord special. We hebben ieder zomer een special met dit jaar 123 beste vragen van Nederland. Oh. Maar er kan maar 1 vraag de beste zijn. Dus met André Kuipers en nog een aantal andere prominente wetenschappers hebben we dus hier een event gehad om de beste vraag te... En wat was de beste vraag? De beste vraag is wie er meer vuil naar binnen loopt, ik of mijn huisdier? Goed. Nou ja, het is het laat zien dat, en dit hebben we dus in de wetenschap geprobeerd te beantwoorden. Het is een hele praktische vraag. Het is een vraag waar misschien heel veel mensen uiteindelijk ook iets mee te maken hebben. Dus vandaar dat de jury onder leiding van André Kuipers die vraag koos. Voor National Geographic doen we in deze ruimte de masterclasses. Masterclass fotografie en een masterclass reisjournalistiek. Maar dus, er is nu net een nieuwe serie begonnen. In januari begint weer een nieuwe serie. Cursusavonden fotografie. Hoe laat je een foto een verhaal vertellen? Dus niet de techniek van het fotograferen. Dat kunnen de mensen zelf heel goed leren. Maar hoe, National Geographic staat voor prachtige fotografie. En wij brengen dat heel graag over met onze eigen mensen. Maar ook bijvoorbeeld Jasper, waar ik het net over had, een wereldberoemd fotograaf. Die is hier gewoon beschikbaar om de mensen heel veel te leren. Ja. Dus het zijn echt waanzinnig leuke avonden waar mensen heel veel leren. Ja. Geweldig. Ja. Hartstikke leuk. Dankjewel voor dit gesprek.